hebt het liedje misschien wel herkend, Slaap kindje slaap. En dat is niet toevallig natuurlijk. Goedenavond en welkom op onze verschillende kanalen via de digitale media. Ter gelegenheid van Erfgoeddag heeft Musea Brugge een uniek concept ontwikkeld. Wim speelt liedjes en ik ga een verhaaltje vertellen voor de kleintjes voor het slapen gaan. Dat heet Waar is de Fa? Op de Brugse markt staat het Belfort. En hoog in die toren hangen 47 klokken. De een al groter dan de ander. Groot, zwaar en van brons voelen ze zich allemaal gewichtig. Elke dag speelt onze bejaardier Wim vrolijke liedjes op de klokken en zweven de klanken over de stad. De Bruggelingen, groot en klein, kennen de deuntjes goed en wandelen mee neuriënd door de kronkelige straten van de stad. Maar op een dag. Op een dag klinkt het deuntje van 10 uur niet zoals verwacht. Het gaat van do, re, sol en si, maar waar is de fa? De bejaardier gaat kijken en schrikt zich een bult. Er gaapt een groot gat tussen de klokken, want de fa is weg. Wat nu? Wat nu? Jammert Wim de bejaardier. Zonder fa kan ik niet spelen. Zonder fa klinkt alles zo raar. Hij rent naar beneden en luidt de grote triomfklok. Alle Bruggelingen rennen naar buiten na dit noodsignaal en verzamelen op het marktplein. Een ramp, een ramp, een ramp, roept de bejaardier van op het balkon. De fa is weg. Zonder fa kan ik niet spelen. Help mij. Een geroezemoes stijgt op uit de menigte. Waarom zou een klok verdwijnen? Is de klok gestolen? Of misschien is hij wel verdwaald. Er zit maar één iets op, samen gaan zoeken. En als mieren verspreiden de mensen zich in de kronkelende straatjes van Brugge. Ondertussen, niet zo ver daar vandaan, beklimt een klok hijgend de trappen in de Sint-Salvater-kathedraal. Zou dit de klok zijn waar heel de stad naar op zoek is? Waar gaat die naartoe? Is hier nog een plaatsje vrij voor mij? Vraagt de klok aan de slechtvalken die in die toren wonen. Waarom vraag jij dat? Krast papa slechtvalk. Ik ben het beu, ik ben het beu in het Belfort. Mie en La mogen in elk liedje meedoen en ik niet. Hoofdpijn krijg ik van hun gebeier over hoe goed ze wel zijn. Maar misschien is hier wel een rustig plekje voor mij. Ik denk het niet hoor, ik denk het niet, kwettert mama Valk. Hier luiden de klokken ook als er een kerkdienst is. En daar doet al een fa in mee. En verdrietig keert de klok op zijn stappen terug. Voorzichtig sluipt de klok verder naar de volgende toren om de hoek. Niemand heeft hem gezien. Hé, hey, pst, 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 onze lieve vrouwentoren, roept hij voorzichtig naar boven. Is hier nog een plekje vrij voor mij? Ik ben een hele mooie fa en ik kan jullie misschien helpen om nog mooier te klinken, al zeg ik het zelf. Weet jij wel tegen wie jij het hebt? Snauwt de hooghartige toren naar beneden. Ik ben de tweede hoogste bakstenen toren van de wereld en hier is zeker geen plaats voor een gewone klok als jij. Nee. Verdrietig zwerft de klok rond door de stad. Hij probeert het bij elke, maar dan ook bij elke toren die hij tegenkomt, maar niemand heeft plaats voor hem. Ofwel hebben ze al een fa, of ze vinden een la wat mooier klinken, of hij past niet door de deur. Moedeloos zakt hij op de grond. Ja, misschien moet hij een toren in een andere stad zoeken en verhuizen. Een fa, 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 fa. Hij laat zijn tranen de vrije loop. En dat gesnik gaat door merg en been. Alle Bruggelingen komen op het geluid af. Met bejaardier Wim opkom. Daar is hij, juichen ze. Als ze de klok zien zitten, ergens op de vesten. O lieve, lieve fa, waarom ben je toch weggelopen? Vraagt de bejaardier, terwijl hij zijn armen om de klok slaat. Alle klokken missen jou toch zo hard. En ook mie en la, vraagt fa met een heel klein bang hartje. Ook mie en la missen ze mij ook. Zeker zij, want zonder fa klingen ze belangen niet zo mooi. Het klokkenspel heeft al zijn klokken nodig om te kunnen schitteren, zegt onze bejaardier.
De klok die steekt voor de laatste keer. Recht zijn rug en zegt, oké, dan ga ik terug naar waar ik thuis hoor. Hij zet onze bejaardier op zijn schouders en samen met alle bruggelingen trekken ze in een grote stoet naar het belfort. Samen beklimmen ze de 365 treden. De klok hijst zich terug op zijn plek, knipoogt naar Mie en naar La, zet zijn klepel klaar en als de bejaardier begint te spelen, doet hij zijn uiterste best en klinkt hij boven alles en iedereen uit. Want, en dat weten we allemaal, zoals het klokje thuis klepelt, klepelt het nergens. Thank you.